Tijdens de afgelopen Tour de France heeft Wout Poels uit Meerlo uitstekend gepresteerd. Vooral in de bergetappen stak hij met kop en schouders boven de overige renners uit. Als meesterknecht in het Team Sky was hij het die ervoor zorgde dat de gele trui stevig om de schouder bleef zitten bij teamgenoot Chris Froome. Wij zochten hem op tijdens het criterium daags na Tour in Boxmeer. Hoe vind ik het hier in Boxmeer? Ja, altijd wel leuk, ja. Mooie sfeer, leuk publiek, dus dat is wel mooi, ja. En hoe vinden die belangstelling aan mevrouw? Ja, dat is altijd wel mooi, die waardering te krijgen, dus dat is wel leuk. De fanclub is wel ruim 300 leden en zijn afgelopen weekend met de grote bus naar Parijs geweest. En er zijn alle leden die mee wouden zijn daar mee naartoe gegaan. En we hebben dat mogen ervaren hoe het was om Wout als lid van de ploeg van Sky over de finish te mogen zien komen. Jos, je ziet een oom van Wout. Vertel eens wat over Wout. Mijn broer had 3 zonen en gewone jongens voor iedereen. Totdat op een gegeven moment het fietsen begint. En Wout, kan ik me nog goed voorstellen dat hij vroeger al ronde met Huus zijn rondjes aan het fietsen was. Dan was je echt zo aan het knutselen, zo'n jongen dat doet het heuvelken op, heuvelken af. En later zegt hij al een keer van, hey, word je later wel beroepswielrenner weer? Hij had een keer zijn huiswerk niet af op school. En toen zeiden ze, Henk, dat weer wat kwaad. Toen zei hij, verdomme, je moet zo'n huiswerk doen, hè. Ja, maar zei hij, ik heb dat toch niet nodig later, zei hij. Ik werd beroepswielrenner. En ik wil gewoon tot de 35 jaar hard werken. En dan wil ik binnen zien. En dan hoef ik niet meer te werken. En potverdomme, je gaat het ook niet voor maken. Nog. In 2012 had je een ernstig ongeval gehad, dat hij flink gevallen is in de Tour de France. Hoe is dat bij de familie aangekomen? Ja, dat sloeg toen in als een bom eigenlijk. Want we hadden net het overlijden van mijn broer. Dat was al een slag. En dan het jaar erop, dan mocht je weer meedoen met de Tour de France. Nou, dat waren net dat Wout eigenlijk de vruchten ging plukken van al zijn trainen en al de inspanningen van de elders van Wout, zeg maar. En als je dan hoort dat je valt en je ziet dat op de televisie, en we waren op dat moment in Nijmegen, en je ziet dat gebeuren en je ziet er gewoon een wezenloos manneke liggen. En toen zien we ook gelijk weer naar het ziekenhuis gereden in Nancy. En toen zien we de eerste 2 dagen naar het ziekenhuis geweest, maar we mochten nog helemaal niet bij Wout komen, zo slecht was je eraan toe. En toen de 3e dag, toen we hem zagen liggen, nou, godverdomme, ik denk als dat maar goed afloopt. Ik zag het echt moeilijk in. En als je dan ziet hoe rustig dat hij het allemaal weer beleefd heeft, en stapje voor stapje had je het weer geprobeerd. Als je dan, je zag de eerste keer dat je daarna op de fiets zat, nou, het was net grootvader. Hoe vind ik het hier? Leuk. Komt er even een speciaal iemand? Ja. Voor wie? Wout Poels. Geweldig, hè? Een keer die rennertjes weer in het echte zin. Eerst dan gaat hij op de televisie. En nu zien we die rennertjes hier. En nu? Nou, daar ga ik lekker naar huis toe. Slapen. Ja. Tijdens de Tour had hij de kans niet voor Chris Froome te fietsen. Nou, dadelijk in Rio is het verhaal anders, want daar fietst ieder voor zich eigen. Hoe zie je de kansen voor Wout in? Nou, ik denk dat je echt revanche wil nemen. Hij kreeg nou de kans, nou werd Froome zijn concurrent. Wout kan erg lachen, maar het is in de killer. Als Froome never hem komt, ik denk dat je nou Froome iets anders in de ogen aankijkt als wat je afgelopen dagen gedaan hebt met de Tour. En ja, ik hoop dat je succes hebt. Dan zul je van gans Limburg fantastisch zien. Ik bedoel, we genieten er toch allemaal van dat er een jongen in Limburg is en dezelfde met Jos Verstappen en Tom Moulin. Ik bedoel, wat kunnen we toch wel kijken en genieten van de sportieve dingen en op zo'n manier Limburg op de kaart zetten. Dat is toch geweldig.